Goedenavond, beste kijkers van Camper TV. Vandaag onze eerste en laatste aflevering van Lappelekker, Lappelekker. Hey, we gaan het hebben over carnaval. Carnaval gaat dit jaar niet door. Niet bij de Lappelekkers, niet bij de balwerpers, niet bij de buntstekers, ook niet bij de pintenwippers en ook niet bij de muggenzichters. Maar wat gaat er dan wel door met carnaval? Te gast bij mij aan tafel vanavond Job van der Velde, voorzitter van de Lappelekkers en Anke van Mol, lid van de Bakkersacademie. Ja, Job, carnaval hier bij de Lappelekkers ook niet door. Maar wat organiseren jullie normaal gesproken allemaal zoiets? Ja, normaal gesproken beginnen wij rond de 11 van de 11. Dan beginnen wij altijd met het Sint Maartensvuur op het ponyterrein. Een groot vuur met lampion het optocht rennen van de kleintjes. De dag daarna, op zaterdag na de 11 van de 11, houden wij het 11 van de 11 de bal. Dat is speciaal voor de leden. En dan gaan we meestal begin van het jaar het Prinsenbal. Daarna Prinsenreceptie. Seppe Antonius! Dan gaan we door naar de bakkersavonden. Zie ik wel dat niet alleen de knapste mannen van Ogeloon prins mogen worden, hè? En na de bakkersavonden gaan we dus de aanloop naar het echte carnaval toe. Ja, en carnaval, wat houdt dat voor jullie allemaal in? Ja, dat begint natuurlijk met de sleuteloverdracht in Bladel op het gemeentehuis. Daarna zaterdags gewoon carnavalsbal, zondags mooie optocht, als je niet weer afgelast wordt. Hij is dit jaar al afgelast, vorig jaar helaas ook door het weer. En de bejaarden, doen die ook mee? Die pakken we maandag, maandagmiddag. Dus morgens maandagochtend nog even voor de peuters, voor de allerkleinste. Dinsdagmiddag nog kindermiddag, dinsdagavond de prins ophangen. En dan is carnaval bijna voorbij. Voordat we op zoensdags niet even een haringje gegeten hebben. Het gaat deze jaar allemaal niet door. In mijn optocht zou misschien nog wel gegaan hebben. Zou nog gegaan hebben. We hebben met de gemeente wel echt bij elkaar gezeten. Of dat er een optocht in een andere vorm. Dat de wagens stilstaan en de mensen stilstaan. Of nee, ja, de deelnemers stilstaan. En dat er een doorloop-evenement van gemaakt wordt. Daar hebben we tot aan november, december hebben we met de gemeente echt serieus over nagedacht. Maar na de laatste lockdown-nieuws was dat ook compleet van de baan. En de gemeente heeft gezegd. We gaan hier niet verder in. We kunnen het niet meer organiseren. Alles wat we moeten doen is dit jaar helaas online. Dit jaar heb ik niet tot aan de kerst buiten gekeken. Dat er iemand van het bestuur van de Lappelekkers langskwam om in te vragen naar Prins Carnaval. Want dus Job, wat gaat er eigenlijk wel door? Of zullen we eens wat drinken? Ja, dan doe eerst maar wat drinken. Want wij zeggen altijd koffie, dat wat thuis maar. Dus Walter, heb ik iets? Jazeker. Alsjeblieft, jongens. Dankjewel, Walter. Ja. Nou, proost op beginnen carnaval dan. Ja. Hey Job, maar wat organiseren jullie dit jaar dan wel? Ja, hebben we wel bijvoorbeeld een jeugdraad met een nieuwe jeugdprins, een nieuwe jeugdprinses. Dit jaar hebben we ook een Lappelekkers blijken. Editie 61. Zo. Verschend op het goede moment. Die is dit jaar gevuld met nieuwe rubrieken en geen nieuwe prins erin. Wel de jeugdprins en jeugdprinses. En verder waar historische dingen hebben we uit de oude doos gehaald en erin gezet. Wat gaan we nog meer organiseren? Dit jaar hebben we in plaats van de bakkersavond, hebben we een online bakkersavond. Die heet Bakkersavond op de bank. Zo. En daar kan Anke denk ik iets meer over vertellen. Bakkersavond op de bank, letterlijk vanaf de bank genieten van de bakkersavond. Het is alleen niet vernieuwend en verfrissend, we hebben geen nieuw talent dit jaar. Maar we hebben wel gezocht in de archieven. En dan hebben we echt gezocht in de archieven, want we hebben videobanden gevonden en dvd's en cassettebandjes en van alles. We hebben echt een hele leuke avond. Onszelf vermaakt, moet ik zeggen. Kom maar eens kijken naar dat mooie Verhalensplein. Mooi monumentje. Je had ook erg gelachen al. Ja. Heel veel dingen waren ook wel iets minder om te laten zien. Omdat de kwaliteit gewoon niet meer zo goed was. Omdat het al zo lang in de kast lag. Maar we hebben echt gekeken om de mensen een beetje terug te laten kijken in het verleden. En, Tinus is agrariër van beroep en Tinus heeft onlangs meegedemonstreerd tegen het huidige mestbeleid. Zo op een gegeven moment reden wij met een mestkar
en alles. Ja. En toen kwam van Staatslijk kwam naar ons toe en die zei van, hey, ga je mee demonstreren? Ja. Ik zeg maar, ik niet. Een beetje het verleden van de bakkenzaal laten we zien. Ja. Dat is het plan. Hartstikke leuk. Ja. En hoe kunnen mensen dan daarin zien? Moet je dan inloggen of hoe moet ik dat zien? Ja, die vraag moet je eigenlijk niet aan mij stellen, want die snap ik zelf helemaal niks van. Dan moet je daar aan Job vragen, Eva Jinek. Dat kan ik niet. Ja, het gaat uitgezonden worden via Twitch. En de meeste mensen die met de lockdown quiz meegedaan hebben een paar weken geleden, die weten voort hoe dat werkt. Maar het is op www.twitch.com/lappenlekkers. En het gaat plaatsvinden op zaterdag met carnaval 13 februari vanaf 8 uur. En het wordt live gepresenteerd door oud-presentators, bakkers, coryfeeën noemen we ze. Die vroeger de bakkersavond gepresenteerd hebben. Die gaan er samen die avond verzorgen. En daar gaan we iets moois van maken. Nou, ik ben benieuwd en ik denk de kijkers vast ook. Ja, we weten natuurlijk niet of we die avond al met veel mensen bij elkaar mogen zijn. Maar ja, mocht dat wel zijn, dan is het ook een vorm van carnaval. En misschien om het een beetje meer franje of carnavalsgevoel te geven, hangt de vlag buiten. Bij ons aan tafel aangeschoven Prins Saxo. Ja, Prins Saxo, vorig jaar opgehangen en toch nog in functie. Ja, klopt. Hele verrassing moet ik zeggen eigenlijk. Ik had liever gehad dat het anders was, denk ik, net zoals heel Nederland of heel Europa en heel de wereld. Maar we doen het gewoon een jaartje nog voor zo goed en zo kwaad als het kan. Ik ben eigenlijk natuurlijk wel stik jaloers op jou, snap je wel? Ja, ik snap ook niet dat ze jou deze jaar niet gevraagd hebben eigenlijk, Frans. Want het was een uitgelegen moment, denk ik. Ja, zeker. Gaat het mooi niet doen. Ja, zo ken ik er nog wel eentje. Hé, maar hoe is het bevallen vorig jaar eigenlijk? Ja, het prins zijn is echt een unicum. Dat is een once in a lifetime. En ja, dus ik kan alleen maar aan iedereen die ooit gevraagd wordt zeggen dat ze er meteen ja tegen moeten zeggen. Want ja, het is gewoon echt geweldig. In Hogeroon is altijd maar iemand één keer prins en nooit twee keer. Ja, dat klopt. We zullen het een soort demissionair prinschap noemen, denk ik. Maar je bent wel doorgegaan ook met de carnavalsvereniging. Je hebt een andere functie gekregen. Klopt, ja. Ik heb het secretariaat op me genomen voor de komende 3 jaar in ieder geval. Ja. Een hele mooie functie. Een leuke club ook. Gezellig. Mensen die nog steeds vol passie, ook al is het misschien wat minder, maar toch proberen ook dit jaar een leuke carnaval te organiseren. Zo goed en kwaad als het kan dan. Valt er dan helemaal niks te carnavallen? Ja, tuurlijk. Zeker wel. De bakkersavond op de bank. Alleen, met z'n tweeën, of misschien met 4 of 5. Maar in ieder geval allemaal kijken. 13 februari.